dat toch geen probleem, maar nee, waarom moet je dat controleren? Oh nee, voor een vrouw. Hola. Mag ik je paskaart zien? Ja, tuurlijk. Mag ik ze gezien, ja? Je zegt dat een journalist zit, ja, tuurlijk, heb ik een paskaart, maar voor wat moet je zeggen? Oh, wat is de reden dat je mij doet stoppen? Ik doe je niet stoppen, je staat hier al 20 minuten. Ah ja, natuurlijk, ik sta te kijken. Mag ik je paskaart zien, meneer? Of je en je paspoortje? Voor welke reden? Gaat het geven of gaat het niet geven? Wij hebben recht om uw identiteit te controleren. Wij hebben daar recht. Mijn identiteit moet ik... En die paskaart wil ik ook zien. Maar ben je weten waarom? Ben ervan overtuigd dat je ze niet hebt. Je denkt het allemaal te weten, meneer. Nee, ik sta hier gewoon omdat die mensen in mijn ogen niks misdoen. Hè? En ik wil gewoon vragen aan Hulder. Nee. Wat was de reden, dat is al? Kijk, dat is de gunning, meneer. Dat verloopt niet, hè. Ah ja, ja, ja. Dus. En dat was al dat ik wil vragen? Ja. Ja, oh, ze zit binnen, ze zit binnen. Nee, ja, was ook nog... Bromfietscertificaat. Ja. Dus dat was iets dat te snel gezingen, hè? Ik dacht dat dat een terskoort was. Maar eigenlijk moet de wettelijke redenen voor mijn paspoort te vragen. Ik heb het recht om identificaties te doen. Je moet een reden hebben voor mij te laten stoppen. Ja, welke was die? Ik heb een foto getrokken van mij. Ik heb gezegd hier worden, het is openbaar, hier worden altijd foto's getrokken. Ik denk dat zelfs hier de straten vol met camera's hangen. Ik weet niet of je foto's getrokken hebt. Ja, 74-08-24-313-02. Dat gebeurt er nou in België. Deze mensen hier achter mij, die staan hier gewoon niks te doen. Een beetje te entertainen. En ja, dat lijken in ieder geval heel gevaarlijke mensen. Dus de politie moet hier serieus hard tegen optreden. Dat is niet de eerste keer dat ik dat zie, dat ze deze mensen controleren. I don't know why.